heb hem in oktober gekocht, vorig jaar. Oktober, ja. Stond bij, op een boerenerf in de Wieringermeer. En we hebben hem daar vaarklaar gemaakt. En de vorige eigenaar heeft hem 4 weken geleden met een trekkertje naar Den Oever gereden. Ja, wij hebben hem te water gelaten 's morgens. En toen moest natuurlijk de mast erop. Het is een hele andere tuigage dan op een vorige boot. Dus dat was ook even zien van hoe gaat het allemaal. Nou, met die vorige eigenaar alles keurig voor elkaar gemaakt. Toen was het inmiddels 1 euro of 3. Toen zei die vorige eigenaar van jullie redden het verder wel, veel plezier. En hij en ik dachten van dan kunnen we nu nog mooi naar Medemblik. Nog even water tanken, dus we lopen nog even naar de jachthaven om te kijken of we daar water konden tanken. Met dat we terugliepen begon het te regenen en het weer verslechterde heel snel. En het was inmiddels ook 4:30. Dus toen zeiden we van dat is eigenlijk het is niet leuk om nu nog te gaan varen. Dus 5 zit bijna in de klok, we gaan een borrel nemen, morgen weer een dag. Dus dat hebben we gedaan, borreltje ingeschonken en wij zitten heerlijk binnen in de kajuit terwijl de regen op het dak tikt. En dus zegt Hein op een gegeven moment van zullen we er nog eentje doen? En ik steek even het overtje aan, want ik had lekkere pizza's, verse pizza's meegenomen om tijdens het zeilen naar Medemblik in de oven te zetten. Overtje aanzetten, dat lukte in eerste instantie niet, omdat de gastank leeg bleek te zijn. Dus we hebben de gastank verwisseld. Er stond gelukkig nog een volle gastank ook aan boord. En gastank verwisseld. En wij zijn weer op ons plekje gaan zitten en hebben inderdaad het volgende borreltje ingeschonken. En dat heeft, denk ik 10 minuten geduurd dat we daar zo zaten. En ons verheugden op bij wijze van spreken al niet alleen de pizzas, maar ook de volgende dag. En toen volgde er een enorme explosie. Totaal onverwacht. Niets gehoord, niets geroken. Volkomen als donderslag bij heldere hemel. En wij keken elkaar verdwaasd aan en hadden allebei zoiets van dit kan niet gebeurd zijn. Dit is niet gebeurd gewoon. We stonden ook wel in een enorme rook, want er was een explosie geweest. En op dat moment geen brand, maar we stonden wel in een dikke rook. Witte rook en een beetje blauwe rook ook. Dus ik dacht van hier zometeen is het boem, dan staat de hele boel in de hens. Dus ik riep tegen Hein, eruit, we moeten eruit. En Hein, met zijn 40 jaar brandweercommandant ervaringen in zijn zak, zei een brandblusser. Nou, ik stond vlak bij de plek waar de brandblusser had moeten zitten, maar er zat niet meer op zijn plek, dus ook de brandblusser niet. Het hele interieur was kapot geslagen. Maar ik vond tussen de schotten toch de brandblusser en gaf die aan Hein. En Hein stond dus klaar om een eventueel beginnend brandje direct te kunnen blussen. Gelukkig er brak geen brand uit. En op het moment dat we dat constateerden, constateerden we wel een ander probleem. Namelijk dat het water hard naar binnen kolkte. We waren dus eigenlijk gewoon zinkende op dat moment. Toiletpot was er met afsluiters en al uit de huid gerukt en de hele spiegel bleek, dat zagen we op dat moment natuurlijk niet, maar later wel, de hele spiegel stond open. Die boot is echt ongeveer zo uit elkaar geklapt en ook weer in elkaar geklapt, maar natuurlijk niet zo dicht als dat die daarvoor was. We zaten dus eigenlijk op dat moment gewoon in een zinkend wrak, zou je kunnen zeggen. En achteraf is het natuurlijk echt ongelooflijk geluk dat we niet zijn gaan varen. Want dan was dit tijdens het zeilen onderweg naar Medemblik gebeurd. Op een IJsselmeer wat nog hartstikke koud is. Maar in elk geval de plek waar ik zou hebben gezeten achter het stuurwiel, die was helemaal weggeslagen. En één ding is zeker, ik had niet meer aan boord gezeten na die explosie. Maar wat achteraf blijkt, is dat niet de eigenaar waar ik hem van gekocht heb, maar de man, de eigenaar van daarvoor, ooit een gasboiler heeft ontmanteld, eruit heeft gehaald, heeft vervangen door een elektrische boiler en verzuimd heeft de koperen leiding af te doppen. En dan zit er natuurlijk ergens in die leiding nog wel een afsluitkraan. Ja, die heeft
wonder wel al die jaren dat de vorige eigenaar ermee gevaren heeft dichtgezeten. En ook kennelijk nog in de periode dat de eigenaar die de boiler heeft vervangen, heeft hij dichtgezeten. En nu stond hij open. Hoe dat kan, dat blijft een raadsel. We hebben absoluut geen gas geroken. En ja, dat is ook wel verklaarbaar. Want daar waar achteraf uit de expertise het lek bleek te zitten, is helemaal achter in het schip. En gas is natuurlijk zwaarder dan lucht. Dus dat zakt uit die onafgedopte koperen leiding waar dat gas uitstroomde, is dat natuurlijk naar beneden gezakt en heeft zich daar onder de luiken verzameld, maar is natuurlijk ook langzaamaan naar voren gekropen en heeft als het ware zo een gaslont gevormd naar dat overtje wat ik 10 minuten of een kwartier daarvoor had aangestoken. Het was echt een enorme knal. Een zodanige knal dat de havenmeesters in Den Oever, 250 meter verderop, die zaten daar te eten en zaten ineens achter de trillende ramen dachten van dit is foute boel. Die zijn als de wieden weer gaan met een arts die toevallig daar ook op een boot bezig was, in de auto gesprongen en naar ons toe gereden. Nou ja, de havenmeesters kwamen bij de boot. Wij waren inmiddels van boord gegaan. Ja, ik liep daar een beetje, ja, toch een soort van verdwaasd rond te kijken van wat mij was overkomen. Ik kon het eigenlijk nog steeds niet geloven. Wist natuurlijk ook totaal niet wat er nou eigenlijk feitelijk was gebeurd. Alleen maar geconstateerd dat er een enorme explosie was geweest. Ik had wel als enige schade aan mijn lijf, zou ik maar zeggen, buiten dan het gehoorletsel wat zich later ook openbaarde, kennelijk een schot tegen mijn been aangekregen, waardoor ik later een heel, ik voel het nog 4 weken later, dus kennelijk van binnen ook nog wel iets beschadigd, maar het gaat wel steeds beter. Een heel blauw dijbeen gehad en wonder boven wonder hebben we eigenlijk geen ernstige letsel opgelopen. Het enige wat Hein constateerde s'avonds is dat hij zijn schoenen niet meer uitkreeg, omdat zijn veters aan elkaar verbrand waren. We zitten hier aan boord van een boot die ongeveer naast mijn lege box is. En het is wel heel wrang om nu die lege box te zien en een boot te zien slopen, zou ik maar zeggen. Waar je ontzettend op verheugd had, die helemaal naar ons zin was en waar nog geen meter mee gevaar is. En hem dan zo uit elkaar te zien zagen, zou ik maar zeggen. Dat doet wel pijn. Ja. Ik heb een half jaar lang op deze boot verheugd. Heb er van alles aan gedaan om mee te kunnen varen. Ik zag op dat moment eigenlijk alleen maar het verlies van die boot. Maar ben me daarna natuurlijk ook ontzettend goed gaan ervaren. Ook door wat anderen daarover zeggen. Hè. Ook de mensen van de hulpdiensten en de havenmeesters zeiden van nou, dit is een godswonder dat jullie hier op deze manier uitgekomen zijn. Dat besef ik me natuurlijk ook terdege. En ja, dan is een boot is natuurlijk eigenlijk toch maar gewoon een minder belangrijk ding. En elke keer als ik over die boot begin, dan zegt mijn zoon tegen mij van ja, dat is zo, maar probeer nog even te bedenken dat je het daar nu over kan hebben nog. Hè? Gewoon. Dat zegt eigenlijk wel genoeg.